Oh, ik heb ook een ketting gemaakt voor iemand. We hebben regenboogvlaggen opgehangen vandaag. Want vanavond is er voetbalwedstrijd. En er is natuurlijk in Hongarije een anti-homo-wet aangenomen. En wij hadden de burgemeester, had ik een appje gestuurd. Ik dacht van, Almelo hangt vast wel de regenboogvlag op om een statement te maken dat wij het daar niet mee eens zijn. Maar dat was dus niet het geval. Dus ik dacht, ik ga zelf vlaggetjes in elkaar knutselen en ik hang zelf vlaggen op. Want ik vind het wel heel erg belangrijk dat gewoon dat ook Almelo een statement afgeeft dat wij het daar niet mee eens zijn. Ik app de burgemeester even. Nou, en toen kreeg ik antwoord terug dat het college had besloten dat er geen vlag zou komen te hangen. Dat ze op andere momenten aandacht zouden besteden aan dit onderwerp. Ik vind eigenlijk dat die regenboogvlag zou er eigenlijk altijd moeten hangen. Dus komende week is er ook een perspectiefnota en ik zit eraan te denken om een motie in te dienen om in ieder geval in de raadzaal om daar ook een regenboogvlag en dan constant neer te hangen. Zodat we hier duidelijk maken dat iedereen hier welkom is en dat iedereen mag zijn wie die is. Nu hangen er dus een Nederlandse vlag en de Almeloze vlag in de raadzaal. Nou, en daar kan prima ook een regenboogvlag naast. Dus die motie zal ik van de week of bij de perspectiefnota indienen om naast die twee vlaggen ook een regenboogvlag in Almelo constant in de raadzaal te hangen. Ik zie alleen maar PvdA-mensen hier. Waar blijven die andere partijen? Ja, de GroenLinks die had een andere afspraak. GroenLinks staat achter deze actie. Leefbaar Almelo is er wel. Bert Hummel zelf niet, maar de Leefbaar... hoe heet ze? Nou ja, die Marieke. Marieke was er wel. Ja, we hebben wel mensen opgeroepen, maar het was een hele, ja, gisteravond eigenlijk spontane actie. Dus ik ga gewoon aan de slag en ik zie wel of de mensen komen. Bijna heel Overijssel, allemaal grote gemeenten die vandaag wel de regenboogvlag, zelfs het provinciehuis heeft ook een regenboogvlag hangen. En dan gaan wij als Almelo zeggen van, nou, wij vinden dat we genoeg doen, dus doen we. Het slaat gewoon echt nergens op. Het bestuur had gewoon, dat had niet eens, het college had hier niet eens een discussie over moeten voeren. Die had gewoon moeten zeggen, ook wij maken dit statement, we hangen die regenboogvlag op. Punt. Helemaal geen discussie in het college had dat hoeven zijn. Echt slecht.